De noodopvang aan de Scharrenburg in Druten is inmiddels zo goed als klaar. Over 2 weken zouden de eerste vluchtelingen hierin moeten trekken. Toch is de doorgang hiervan op het laatste moment onzeker geworden. Omwonenden hebben een zaak aangespannen die afgelopen woensdag diende in de Arnhemse rechtbank. Ze zijn bang dat de opvang ten koste gaat van hun privacy. Nog 2 weken en dan moeten er 100 asielzoekers hun intrek nemen in de noodopvang op de Scharrenburg in Druten. Buurtbewoners hebben daar een stokje voor gestoken en zijn naar de rechter gestapt. Ze willen dat de bouw wordt stilgelegd. Buurtbewoners zijn bang voor overlast. Ook zou een aggregaat dat bij de noodopvang komt voor geluidsoverlast zorgen en hebben verschillende bewoners problemen met de voetgangersbrug waarover de asielzoekers naar het centrum van Druten kunnen lopen. Dit zou de privacy van sommige buurtbewoners in het geding brengen. Toch zijn er ook buurtbewoners die er wel voor openstaan. Volgens hen moeten deze asielzoekers ook een plekje hebben om te kunnen wonen. Nu is dat dus tijdelijk aan de Scharrenburg in Druten. Deze noodopvang staat voor 2 jaar gepland. Bewoners hopen dan ook dat het niet langer gaat duren. De buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor de bouw die door de gemeente verleend is. Dat bezwaar wordt binnenkort behandeld. Tot die tijd is de vergunning nog niet definitief. Het COA is al wel begonnen met bouwen op eigen risico. Locatiemanager van het COA, Esther van Duren, vertelt aan de Gelderlander dat er een klankbordgroep is die vragen kon stellen over dit project. Volgens Van Duren waren sommige antwoorden misschien niet naar wens. Bewoners konden ook informatie opvragen bij het COA. Dat hebben ze niet gedaan. De rechter doet normaal gesproken na 2 weken uitspraak. In dit geval zal dat op 24 april zijn. Precies 1 dag voor de ingebruikname van de noodopvang. Omdat dit te kort dag is, wordt er geprobeerd deze uitspraak te vervroegen.